De zotte nacht, de dinsdag na het carnavalsweekend of de dag voor de vaste begint. In Diest profiteren ze ervan om nog één keer uit de bol te gaan. En ze krijgen een speciaal voorrecht. Telebos! Af! Telebos! Af! Telebos! Af! De sleutel van het stadhuis. De carnavalisten zijn voor één nacht baas van de stad. De avond start traditioneel met een groot vuur. Koning Winter wordt verbrand. Dus we gaan naar de lente toe. Het is de eerste keer dat ik kom kijken, maar het is wel heel leuk. Maar het is ietsje te heet. Dat is de Koning Winter die we verbranden. En waar we daarna het stratencarnaval vieren in allemaal cafés. Deze week is een heel drukke en zware week geweest, maar met heel veel plezier aan meegedaan. Als de pop nog ligt te smeulen, beginnen de carnavalisten aan een heuse kroegentocht. En ze hebben ambitie. Je mocht zot doen, gek doen, alles is toegelaten vandaag. Alle cafeetjes die open zijn, die de moeite hebben gedaan om open te doen, die gaan wij als wijze van bedanking een bezoekje brengen met de volledige kring eigenlijk en de mensen die ons willen volgen. We zijn welkom om dat te doen. Al zijn dat er de laatste jaren al maar minder. En dat is een klein beetje spijtig. De tijd dat iedereen ging zijn eigen verkleden is een klein beetje weggegaan. Dat is in Zichem helemaal niet het geval. De Zotte Nacht is daar één groot kleurrijk feest aan het worden. Maar ik ben Saskia van Wegenbos en dat is ons Wendy. En deze is onze Hagar. Het is de laatste dag, dus het is inderdaad. Afronden, heel jammer, want we doen het echt heel graag. Beter als een carnaval van Aalst. De beste carnaval is Zichem carnaval. Echt waar, de beste carnaval die er is. En waarom? Ja, ik kan het niet uitleggen. Zit in sfeer. Zit in sfeer. Kom op, mannen. Thank you.